Een baksherrie, zeker. Hebben wij een microfoon nodig? Of komen wij aardig door zo? Iemand van jullie al iets zeggen? Nee, eigenlijk. Ik vond het wel vet. Leuk. Ja. Wij kan wel vertellen, hè, dat we dit eigenlijk... Dit is een spontane... Ja, laten we het maar even uit de doeken doen. Laten we het maar gewoon vertellen. Dit is een spontane jam. Wij hebben nog nooit eerder samengespeeld. En het is voor ons ook spannend. En dat kan eigenlijk twee kanten opvallen. Het kan heel erg goed gaan, maar het kan ook fout lopen. Het kan bijvoorbeeld al fout lopen of dat je elkaar niet goed hoort. Maar ik moet zeggen, dat gaat hier eigenlijk best wel goed, hè? Precies, zonder monitors. Zonder monitors, dus geheel akoestisch. Zou je niet zeggen, er staan ook dingen, maar... Er staan heel veel spullen, ja. Ze doen het niet, hoor. We gebruiken ze niet. En wat we eigenlijk doen, is natuurlijk gewoon muziek maken. Dus we luisteren, we hebben allemaal onze bagage. En daar putten we gewoon een beetje uit en dan proberen we iets op te bouwen. Dat is denk ik, zoals we er nu in ieder geval in stonden. Zijn daar vragen over? Over wat dan ook? Waarschijnlijk niet, hè? Ik kom niet zo vaak vragen tegen op clinics. Jullie? Nee, ja, in het begin nooit, maar het eindelijk wel. Dan is de tijd op. Ja. Dus. Zal ik maar de eerste vraag stellen? Want het is natuurlijk, kijk, als je alleen drumt, kun je in principe alles maken. Ja. Maar nu moet je eigenlijk communiceren met de andere twee drummers die er zijn. Dat is heel lastig. Als je met z'n tweeën bent, is al lastig. Ja. En vaak is het dan zo dat één partij speelt, met partij bedoel ik dan een drummer, speelt een melodiepartij. En de ander is meer een groovepartij. En nu je met z'n drieën bent, moet je eigenlijk het spel anders gaan verdelen. Ja. En de kunst is om het heel muzikaal te laten overkomen. En het niet rommelig te laten klinken. Ja, dat het bij elkaar blijft. Dat het bij elkaar blijft. Ja, dat is sowieso de kunst van slagwerk. Ik merk zelf, ik speel bij Slagerij van Kampen, dus een slagwerkgroep. Dat is geen jam. Dat is allemaal bedacht en uitgewerkt. De grote kunst daarvan is altijd dat het op één lijn moet blijven. En dat je dynamisch ook moet kijken naar een goede spanningsboog. Ja. En dat hebben we zojuist eigenlijk ook gedaan. Maar wat ook wel belangrijk is bij een jam sessie, mocht je zelf ook in een bandje gaan jammen of wat dan ook, is dat je durft initiatief te nemen. Want als iedereen maar een beetje naar elkaar gaat zitten kijken van ja, ga jij als eerste, dan gebeurt er helemaal niks. En misschien dat sommigen zelfs bij deze jam al dachten van nou, het mag wel weer wat veranderen of zo. Maar in feite probeerden we nu al heel sterk omst de beurt toch een initiatief te tonen door iets nieuws in te zetten of een solo in te zetten. Dus dat zijn hele belangrijke dingen voor jam sessies. Misschien is het leuk als wij, wat je ook net vertelde, die lagen een beetje laten zien, gaan we weer jammen, maar dat we dan heel duidelijk bijvoorbeeld zeggen, één iemand speelt een soort melodielijntje, de andere een groove er tegenaan, en de derde heeft dan bijvoorbeeld de vrijheid om met die twee te spelen. Dus een melodie, een begeleiding, en iemand die alles gaat verknallen. Ik voel me niet aangesproken. Nee, maar daar ben ik eigenlijk heel goed in. Ja. Zal ik gewoon alles verknallen? Wie doet de melodie? Jij? Jij hebt lekker veel toms. Precies. Mooi drumstel trouwens. Thanks, ja. We gaan iets proberen. Als jullie vragen hebben, gewoon vinger opsteken. En dan proberen we daar zo snel mogelijk een geschikt antwoord voor te vinden op internet, denk ik. Hè? We weten het zelf natuurlijk normaal. Oh, we hebben de jam sessie al begonnen hiernaast. Ja. Dat is lekker. Rick, heb jij een ideetje? Die pianist. Begeleiding.
begon met spelen, er gaan 100 dingen door je hoofd. Mm-hmm. Want je hebt vaak al zoveel bagage, ga je een bepaalde stijl kiezen, of gewoon een lick die je gaaf vindt, of één patroon en laat je ruimte, of maak je het juist heel vol. En dat zijn eigenlijk allemaal van die keuzes. Wij denken daar nu helemaal niet over na, we doen eigenlijk maar wat, maar dat is ook muziek maken vooral natuurlijk. Moet er niet te diep over nadenken, maar dat vond ik wel mooi om te zien. En zo kun je volgens mij, als je zelf een bepaalde stijl je voorkeur hebt, kun je daar heel mooi ook op inspelen als je een stuk gaat maken samen met iemand. Ik ging tijdens mijn begeleiding specifiek even staan, dat viel op. Dat doe ik omdat als je achter een drumstel zit, zit je enorm in je comfortzone, in je veilige wereld. En we bestaan vooral uit allemaal dingen die we geoefend hebben en die rollen we er dan uit. Maar dat is niet altijd noodzakelijk het meest gewenst op dat moment. Ik merk als ik ga staan, en ik kwam naar achter bij Slagerij van Kampen, want daar heb ik ook mijn voeten niet meer. Ja, ik heb ze nog wel. Ze rijden me daar het podium. Nee. Ik sta daar achter een set, dus je merkt dat je dan met solo's alleen maar kan improviseren met je vier toms. En dat is hartstikke leuk. Dus ik ging bewust staan, zodat ik niet in trucjes verval, maar echt alleen maar probeer te denken in die vier tonen die je hebt. Dus. Niet mee eens? Ja, zeker. Ze kijken me aan echt zo van... Waar heeft die man het over? Ik ben nooit mijn voeten kwijt. Dat vind ik wel echt inderdaad, als ik daar zo over nadenk, dat is wel echt wel heftig, man. Ja, je inderdaad, je doet bijna elk figuurtje wat je achter een drumstel speelt, zit een voet bij je, toch wel vaak een beest bij betrokken. Mm-hmm. Ja. Dus, en als je dat weglaat, dan ben je in één keer heel... zullen we voor de gein eens gewoon helemaal zonder voeten even een stukje Precies, drummen? Ik wilde het net gaan voorstellen. Laten we met z'n drieën, gewoon zonder voeten, alleen met de handen. Ja. En dan gaan we dezelfde verdeling doen, dus dat een soort groove, melodie en een opvulling. Ja. En dan kijken waar we mee... Kunnen de vingers ook weer uit de oren misschien. Ja, precies. Is ook goed. Is het daar een beetje uit te houden qua volume, zeg maar? Is het te hard of te zacht? Is het goed? Goed. Allemaal drummers, die zijn ook allemaal dood. Ja, nee, precies. Het is hetzelfde volk, hè. Gelukkig maar. Vind je het wel leuk? Ja? Ja. Top. Je moet een beetje denken aan theater. Als je in theater speelt, kijk je ook tegen dit aan. Speel je tegen dit aan. Gewoon maar weer drummen. Niet te veel lullen, alleen maar drummen. Ja. Goed idee. Precies. Cool, Zal ik met een melodietje beginnen? Ja. Maar pakken we nu elke keer hetzelfde tempo, hè? Kan, hè? Ja. Zal ik eens een heel ander tempo pakken? Is een belangrijk ding. Want je zit er toch een soort, we zitten al de hele tijd in zo'n tempo te spelen en automatisch, wat zei je? Wals. Een wals. Ja. Goed. Doen we. Als jullie stijlen weten tempo. Tijdens het spelen, ga ik het door. Gewoon roepen en dan wisselen wij van stijl.
niet door moeten gaan. Ja. Maar dan waren we alles een beetje afwachten, had je dat ook of niet? Dan gaan we nou naar vol in of niet? Ja, gemiste kans. Niet alles kan goed gaan, hè, bij de eerste keer. Als iemand is met een vraag of zo, mag ook echt over iets anders gaan of zo. Olaf's schoenmaat bijvoorbeeld of zo. Het zijn aangepaste schoenen, dus dat wordt heel lastig. Oh shit. Iemand iets? Wie van jullie drumt er? Oké. Wie van jullie moest er per se mee? Ja, dat is gezien. Ja, ja. Duidelijk. Het is behoorlijk wat eigenlijk, hè? Ik dacht ook wel dat dat een meerderheid zou zijn. Ja. Meestal toch? Er zijn vast vragen. Mag gaan over onafhankelijkheid, wat dan ook. Anders heb ik... Wat voor snare heb ik? Dit is een Adams 8000 snare drum. Het is eigenlijk de nieuwe Deep Present lijn van Adams. Die hebben ze vorig jaar een make-overtje gegeven. En dat was heel tof en daar mocht ik me ook een beetje tegenaan bemoeien. Dat vond ik heel leuk om dat met hun samen te doen. En ja, dat heeft eigenlijk geresulteerd in deze vieze, vatsige, paarse kleur. En ketel setup. En dit is een 14x6,5 snare drum van Adams uit de Deep Present line. En ik heb hier eigenlijk ook nog een hele lage. Wauw, dat is vet. Ja, cool hè. Nou, niet meer. Het is gewoon echt een floor tom, maar er zit een staal wat onder. Maar dit is een 8000 serie. 14x6,5. Vind je hem vet of juist niet? Ja, super. Ah, cool. Nog met een vraag? Nee, hè? Spelen gewoon. Nog een stukje spelen? Hoe zitten we met de tijd? Kunnen we nog... Oh, dat is mooi. Ja. En dan begint de vossenjacht. Even kijken. Zullen we nou iets anti-organisch doen? We zijn al met melodieën bezig, met mallets en zo. We maken altijd een opbouw. Zullen we nou iets wat anders proberen? Ja. Dus we pakken een uptempo, we gaan het lekker statisch en vierkant houden. En fuck the mallets. Ja. Fuck the mallets. Ja, fuck the mallets. Check. Ik vind het, dat is de titel. Fuck the mallets. Het volgende stuk komt volgende week uit. Nu al gereleased. Fuck the mallets. Ja. Ik ga dus volgen. Vervelend, als je eerst dat zegt, dan moet je het erna doen. Nee, je hebt een idee.